Wat ik een van de allerprettigste toevoegingen vind aan mijn gadgets, dat is Flipboard op mijn iPad. Voordat ik Flipboard had, zat ik gewoon het internet af te struinen op zoek naar interessante nieuwtjes, leuke plaatjes, mooie muziek, etc. En Flipboard houdt het allemaal keurig voor me bij. En niet alleen houdt Flipboard het voor mij bij, maar doet het ook nog op een hele mooie visuele manier. Het is echt alsof je je ochtendkrantje, maar dan de hele luxe versie, openslaat. Je maakt het open, je ziet meteen wat de belangrijkste laatste nieuwtjes zijn op alle gebieden die je zelf hebt uitgekozen. En dan ga je flippen en dan ga je gewoon kijken wat andere mensen de wereld inslingeren. En met een heel simpel knopje kun je het op je Twitter zetten of op je Facebook. En je hebt weer een hele mooie interessante entry die niemand anders heeft. Nou heb ik gelezen dat ze bij Flipboard gaan doen wat andere sites ook doen. Dat ze steeds meer zich gaan richten op wat ik leuk vind. En daardoor steeds meer content mijn kant op zullen sturen die bij mij past. Ik hoop dat dat klopt wat ik gelezen heb. Want dan wordt het alleen maar nog makkelijker. Nu moet ik natuurlijk toch door een hele brei heen kijken. Een mooie, interessante brei. Daar niet van. Maar toch een brei. En als het gespecificeerd op mijn smaak is. Nou dan, ik weet niet of ik dan nog aan werken toekom.